pretpark zat. Ik ben Erwin, ik ben een landgraaf in Snowworld en hier is vandaag het Red Bull Crashed Ice. Nou, hey, fancy hoor. Kijk, die man gaat helemaal los op die bal. Hier kun je op slaan. Hè? We maken lekker kabal, hè. Ja. En ja, dat is weer een Nederlander. En let op, ze gaan starten. Dan kun je zien hoe snel het gaat. Hè? Let op, hè. 5 seconden. En nu. Ik ga maar geen skis aan doen vandaag. Ik ben nu het. Super, wunderbar, klasse. Richtig klasse, ja, spannend. Ja? Ist da, hier in die Parkstadt ist das super. Wunderbar, super, ja, ja, ja. Also absolut top für so ein Event. Absolut top. Ja, binnen in de hal waar die baan ligt, daar is het natuurlijk -6. Het is hartstikke koud, dus ik ben even naar binnen gegaan. En hier is het lekker warm en iedereen zit natuurlijk aan de warme chocomel. En kijk, deze mensen ook. Ik zie, kijk, chocomel, warme chocomel, hè? Warme chocomel. Lekker, hè? Ja, dus het was erg koud boven. Ja, ja, ja. -6 schijnen te zijn, heb ik net gehoord. Dus nou, en heel glad en glibberig. En ik hou helemaal niet van glibberig. Maar voor de rest is het mooi, hè? Het is heel mooi om te zien, ja. Het is heel gaaf. Waarom, wat brengt u naar Crash Ice? De Crash Ice? Ja. Gewoon eens mee te maken. Ik vind het goed, leuk om mee te maken dit. En hoe vind je het nou hier in het park? Dat is een mooi evenement voor park. Mooi evenement, ja. Groot, hè? Ja, heel mooi. En goed georganiseerd vind ik het. Ja. Ik ben al binnen geweest. Ik ben al binnen geweest. Koud, hè? Het is koud binnen, ja, 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 ja. How do you find it here? This is great. Yeah, it's a little cold, but it's, I mean, the event is fantastic. In the Park City, hè? Yes, very good. Parkstad. Excellent. No, we came to it last year at Valkenburg. And this is fantastic. Wat heeft u lang moeten reizen hiervoor? Ja, we komen uit Amsterdam, dus ruim 2 uur. Maar dat is het wel? Ja, zeker waard. We komen in de vakantie gaan we terugkomen, gaan we met z'n allen skiën. Okay. Het is een waanzinnige baan. Ja. We hebben zelf een baan in Spaarnwoude, maar deze lijkt me wel 3 of 4 keer zo lang. Dus het is echt top. Ja, en we zijn weer terug hier in de hal waar het allemaal gebeurt. Hè. En ja, nu is er even niemand, dus ik ga eens even kijken of die mensen het dan niet koud hebben. Hebben jullie het nou niet ongelooflijk koud? Nou, het is wel, het wordt behoorlijk koud. Het is zo dat ja, de hele tijd, ik ben blij dat het voorbij is, want het is super spannend. Ik had nooit verwacht zoiets. Ja, het is echt hartstikke mooi. De eerste keer dat u het ziet? Ja, eerste keer. Want, ja, normaal moet ik altijd, nou goed, vandaag vrij, dus lekker erop uit. Lekker kort bij, hè? En lekker dichtbij. Heerlijk. Ja, perfect. Dus u geniet ervan. Mooie dag. Ja, ja, absoluut. Heerlijk. Wat vonden jullie ervan? Was het leuk? Ja, zeker was het gaaf. Natuurlijk. Volgend jaar weer. Volgend jaar weer. Ja, ik heb het wel eens op tv gezien, maar in het echt is het nog zoveel gaver. Je staat zo dicht op die baan. Ja. Maar je hebt echt lang moeten reizen, denk ik, of niet? Wat zei je? Heb je lang moeten reizen om hier te komen? Ja, 2,5 uur in de auto. Maar het is echt waard. Ja, zeker. Ja, echt heel gaaf. Nou ja, vanuit Landgraaf, vanuit Snowworld, dit was een fantastisch evenement. Red Bull Crashed Ice, wat mij betreft, volgend jaar gewoon weer hier. Dat is hartstikke leuk. Wel koud, -6, maar goed, met een sjaaltje en een warm jasje komt dat helemaal goed. Wat een topsfeer. Tot de volgende keer. Dit was Erwin. Tot ziens.